De aquamarker. Je hebt daar een fijne punt aan. Voor het fijnere werk natuurlijk. En het dikke. En ook hetzelfde. Je pakt je kleur. En je laat het overvloeien. Pak je kleurtje. En we gaan het laten overvloeien. Met deze stiften, kleurloos, mag je niet constant over hetzelfde gaan. Of je je papierstuk maken. Heb je gedaan, dan neem je een stukje papier. En maak je het schoon. Niet met een papiertje, anders gaat dat uitdrogen. Zo. En dan heb je de fijne punt voor het fijnere werk.